Het is deze maand alweer zes jaar geleden dat Stuk TV begon. En inmiddels vermaken Giel, Stefan en Thomas bijna 2 miljoen abonnees. met hun bizarre, grappige en spannende video's. Maar het gigantische succes en alle views en al het harde werken hebben ook een keerzijde. Dat vertelde Giel in de Dummies Podcast van radiomakers Jordi Warnes en Ruben Koren. En Giel was behoorlijk open over zijn gezondheid, over zijn voorbeeldfunctie. en ook over de toekomst van Stuk TV. En het kanaal met 1,8 miljoen abonnees tering goed loopt. Ja. Nog elke woensdag weer een video. Elke week weer een nieuwe format. Hoe dan? Ik, ik doe gewoon wat goed voelt. En waar ik in geloof. En ik geloof in het feit als ik op YouTube kan laten zien dat wij gek zijn. En daar kunnen wij het publiek op voor maken. Dan moet dat ook gewoon kunnen in het echt. Maar slaap je dan nog? Ik slaap niet veel. Uh, en het heeft ook wel heel veel stressfactoren. Want als, als, je nou, als nou iemand naar me toe komt van hey, hoe is het? Je antwoordt altijd goed. Ja. Maar als ik nou echt tegen iemand wil zeggen. Hoe het met me gaat, nou dan kun je even de komende twee uur uh, naast me komen zitten. Maar ik praat eigenlijk niet heel graag over mijn, mijn gevoelens. Maar ja, het, het doet toch wel echt wat met je lichaam. Ja, ik heb weer meer afspraken bij de dokter. Ja, ik ben uh, een stuk onzekerder. Ja, ik maak me zorgen of ik gezond ben. Uh, ja, dat zijn vervelende dingen die er soms wel bij, uh, uh, bij horen, maar ja, die ik het liefst niet wil hebben. Ik heb niet echt een voorbeeldfunctie, vind ik. Klinkt heel heftig. Maar ik, ik ben me van bewust dat ik bepaalde dingen niet meer kan doen in het dagelijks leven. Daar ben ik me van bewust. Maar ik, ben niet, ik, ik moet me niet druk gaan maken, bijvoorbeeld als ouders die gaan zeggen tegen mij, ja, je bent aan het schelden in afleveringen. Dat kan echt niet. Nee. Dan zeg ik, oké, okay, wacht even. Is, het dat, is dat mijn schuld of is dat jouw schuld omdat jij je kind op de bank duwt en je een iPad geeft in de handen en dan lekker gaat, thuis, hè, en lekker gaat koken en niet weet wat je kind aan het kijken is? Is het dan mijn schuld? Ik geloof nog wel dat wij nu de komende vijf jaar nog wel door kunnen blijven gaan. Wel met een nieuwe visie, andere gedachten. Maar ik geloof niet dat wij over tien jaar nog bij elkaar zijn. Nee.